John. Ja. Allereerst met jou. Hoe is het met je voice? Goed. Want morgen is die grande première van Mamma Mia. 5 jaar geleden, geloof ik, heren, was, corrigeer me als ik het mis heb, was die musical er. En dat was een gigantisch succes. Ja. Nu gaan jullie dat weer doen. Wat is er anders aan deze versie? We hebben een sexier cast. Jonger. Vinden jullie zelf? Jonger, dat vinden wij, ja. Maar het is ook wel zo als je het gaat zien. We gaan toeren, dus dat is heel bijzonder. Het decor is iets kleiner en wat aangepast. Dus dat is sowieso iets wat anders is. Zodat je overal naartoe kan. Ja. Kom naar de mensen toe. Ja, maar het feestje is nog precies hetzelfde als 5 jaar geleden. Ik bedoel, mensen gaan nu al tijdens de try-outs, de laatste vanmiddag weer... dansend de zaal uit. En dat is natuurlijk waar het eigenlijk om draait. Groot feest. Echt waar. Het is een groot feest. Ja, het is echt een groot feest. En eigenlijk heeft ook die film die Meryl Streep toen ooit besloot om te gaan maken. Namelijk Mamma Mia op de film met Pierce Brosnan. En het is ook zo'n grote hit. Een waanzinnige hit geweest. Die je ook 3 of 4 keer kunt zien als je echt een beroerde avond hebt en heel vrolijk worden. Nou, dus eigenlijk het is precies hetzelfde. Zet ze eigenlijk het feestje door nu. We gaan het land in, ja. En jij, voor jou is het toch helemaal een nieuw fenomeen? Een musical. Ja. Ik ken het vast nog van de avond van preferenties en dat soort quizzen die je allemaal deed. Ja. En je deed nog ooit Alles Kids. Ja, tegenover jullie. Dat was nog eens concurrentie. Nou zeg, dat was een concurrentie. Maar even terug naar Mamma Mia. Uh-huh. Ben je daar nou voor gevraagd of ambieerde je dat? Nee, ik werd ervoor gevraagd. Ik was dat op maandagmiddag 4:30 in de auto op terug naar huis. Toen kreeg ik een telefoontje en dan zei ze van... Van wie? Van Stage Entertainment. Mama Marianne van Wijnkamp. Ja. Marianne, pas! Ja, hoe ging dat? Ja, ga jij vertellen. Ik heb zitten nadenken. Ja, Marianne. Ja, ga door. Jij bent echt... Jij bent het! Jij bent de... Ik weet niet welke rol die doet. Sam. Jij bent de gedroomde Sam. Yes. Nou, zo ging het ongeveer. Ja, Bas, ik luister in de Rijn van Landen. Dat vind je geweldig. Maar zo ging het. Ik kwam maandagmiddag 4:30 telefoon. Woensdagochtend opdraven en ik moest een stukje instuderen en een stukje zingen. En dat wordt opgenomen en het is heel streng bij die ABBA's. Dat wordt echt bewaakt. Hè? Eigenlijk dat ABBA-concept wordt bewaakt. En dat zit in Engeland of ergens in Amerika zelfs. En dan gaan ze je keuren of je wel in die rol past, zeg maar. Ja. En na een week kreeg ik telefoon en zei ze, ja, we gaan het met je doen. En toen was natuurlijk de wereld op zijn kop. Want ja, ik heb gewoon kinderen thuis en ik heb gewoon een familie. En als je gaat toeren met een musical, dan hoef je niks ervan te vertellen. Dan ga je gewoon 6-7 dagen per week. Maar Bas, hoe ga je dat doen? Want we hebben het toch een beetje, wat we steeds zeggen, ook balans in je leven. En hoe je dat allemaal moet combineren. Nou, hoe ga je dat doen? Nou, ten eerste groeien mijn jongkinderen die ik met Babette heb, die groeien op in een gezin waarbij het al redelijk gewoon is dat er dingen gebeuren. Babette heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar moet ze s'avonds voor optreden. Maar ik ben echt een family man. Dus dat betekent dat ik 's ochtends vroeg gewoon opsta om 6:30. Ook al heb ik laatst gespeeld. En dan ga ik de kinderen naar school brengen en met ze ontbijten. En dat stuk wil ik niet missen. En op zaterdag sta ik er langs het voetbalveld. En ga je dan nog eventjes terug naar bed als je de kinderen naar school hebt gebracht? Ik probeer dat. Ik word er ontzettend uiig van. Ja, ik word er verschrikkelijk uiig van. Ja, uiig. Ja, dan vind ik echt helemaal, dan lig je 30 minuten in het bed en wil ik gewoon weer uit. Dan moet ik opstaan. Dan heb ik misschien een uppertje voor je. Want we gaan even kijken naar beelden van Mamma Mia van jullie versie. Ja, oké. Okay. Mamma Mia. Wat staat er in de krant? Dat de cast van Mamma Mia deze dame zocht. Dus ik vroeg mij vandaag af, is die dame gevonden? Ja, Wie is deze vrouw? Bleek gevonden. Sterker nog, ze zit hier vooraan. Wat is jouw naam? Mirjam van Duin. En je bent naar een try-out wezen kijken van Mamma Mia. Ja, dat klopt. Wij hadden daar geen tijd voor, Karin en ik. En dus wij moeten nu bij jou de recensie gaan vragen. Dus dit is heel spannend. Het lot ligt in jouw handen. Oh, zal ik maar een hele goede recensie geven? Nee. Zeggen wat je vond. Ja, vind ik ook. Nou, eerlijk, ik ben bij heel veel musical voorstellingen geweest. Maar ik heb zelden een groep mensen gezien, een cast gezien... die zo van de ene op de andere minuut kan laten lachen... en vervolgens kan laten huilen. Ik vond dat echt super. Ja, dat is mooi. Nou, het is een mooie recensie. Daar doe je het voor, hè? Wat
ja, schijnt. De recensie in die Volkskrant, ja, die maakt dan ook niet meer uit, toch? Dat denk ik. Wat lief, ja, joh. Iets was je er toch nerveus over de recensies en dat soort dingen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik heb lang veel televisie gemaakt ook. En dan vinden ze ook altijd wat van je. Van jullie vinden ze ook wat en van ons vinden ze wat. En iets vinden is niet zo heel ingewikkeld. Het is toch een beetje egobrakerij, vind ik altijd. En je mag het ook heel leuk vinden. Je mag ook naar zo'n avond gaan en je achterover laten leunen. En daarvoor doe je het echt. En daar gaat het om. Ja, natuurlijk. Mag ik nog even aan John wat vragen? Zeker. John, want iedereen kent jou van de televisie. Dat is gek, hè? Want jij wordt natuurlijk ontzettend veel herkend op straat, ja, door jouw, ja, deelname aan Tarzan, aan de Jozef. Ja. Daarvoor ook nog met de... dat heeft jou eigenlijk steeds de understudy-rol opgeleverd. Zowel bij Tarzan als bij Jozef. Ja. Is het nu eindelijk de rol die voor jou is, wat jou die plek op die poster heeft gegeven? Nou, het is vooral, ja, natuurlijk. Het is vooral heel leuk om nu eindelijk het proces vanaf het begin mee te maken. Ja. Dus niet 5 keer repeteren en dan in 1 keer op. Ja. Nu samen met Elise Berends, met wie ik een geweldige band heb gecreëerd, zeg maar, samen. Om dan echt dat toneel meteen op te gaan. Ja. En dingen uit te proberen en samen te doen. Maar dit is echt jouw rol. Eindelijk is het voor jou een echt een hoofdrol. Ja, hij kan heel goed coachen. Waar je niet voor hebt hoeven... Dat kan hij goed. Heel goed coachen. Ik ga altijd met hem naast het podium staan en zeg ik, hoe doe je die aanhaling dan? En gaat hij zo stem. Ja, gewoon hoe je dat allemaal neerzet. Dat kan hij echt heel goed. Maar jij trouwt ook elke avond. En jij zoent ook wat af met je tegenspelster. Ja. Even één ding, dat wil ik dan als vrouw weten. Wil je proberen nu? Nou ook, maar dat doen we later. Wat vindt jouw vrouw daarvan? Kan ze dat aan? Dat je elke avond zit aan het snavelen, daar is hij weer. Mijn vrouw is zelf danseres, dus die moet ook nog wel eens in bepaalde poses en standjes. Oh ja. Dus zoals? Dus die ze weet hoe het werkt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, ja, je hebt het daar wel over natuurlijk, maar het hoort erbij. Maar ze kan het aan. Je kan heel lang over musical praten, maar je moet het gewoon eigenlijk zien. Ja. Dat is aan het publiek en het is een knal musical. Ja. Wij laten nu een voorstukje horen. Het is de Engelse stuk, omdat het het is Nederlands helemaal. De hele musical is Nederlands. Ja. Maar dit is een toegift. Ja. Ja, en in die toegift dan gaan ze heel even Engels. En het dat is echt goed, hè? Ja, iedereen is stuit. Ja, maar dat is echt heel leuk, want ik heb de vorige versie... ook gezien en dat is het, iedereen wil blijven, het feestje. Ja, iedereen wil gewoon het feest door en dat wordt gelukkig dan ook gegeven en de dames staan er klaar voor. In de film en ook in de musical heten ze Donna, Tanja en Rosie, maar in het echt is Donna Lone van Roosendaal, Tanja Anouk van Es en Rosie Milène d'Anjou en zij doen echt een swingende toegift. Het is een tv-primeur. Ik zeg het er altijd maar bij. Het is nog nooit vertoond. Nog nooit. Uit de musical Mamma Mia, Waterloo. Woe! Mamma Mia! In Carré, morgen de Grande!
Ik wil even succes, ja, succes jongens. Oh, dan maar. Toy morgen. Het wordt een feestje, dat zie je zo al. Het gaat wel door deze reizende voorstelling, want dat hebben we Bas net horen zeggen, van horende door naar Rotterdam. En in Rotterdam staan ze heel lang in de nieuwe Luxor. Dan naar Nijmegen, Eindhoven, Maastricht, Den Haag. En dan is het alweer het nieuwe jaar. En dan belt u nog maar een keer, dan hebben wij een goede plek. Ik heb nog